Ik ben op Sportpark Madestein, waar ik ga praten met Mr. GDA, die in meer dan 750 wedstrijden slechts één keer een directe rode kaart kreeg. En dat was afgelopen seizoen. De schorsing die eruit voortkwam, 12 maanden. Volgens Dennis onterecht, daar gaan we met hem over praten. Dennis, de wedstrijd tegen RVC 33, scheidsrechter Moerabit, die zond je uit het veld. Een rode kaart, was die terecht? Nou, ik vond het absoluut niet. En dat heeft me ook wel bevestigd bij de uitwedstrijd bij RVC, dat ik met die jongens zelf heb gesproken, die ze eigenlijk zijn excuses kwam aanbieden voor de rode kaart die mij aangenaaid had. En ook duidelijk aangaf van, joh, hè, ik kon niet meer bij de bal en ik denk ik laat me vallen en ik zie wel wat de scheidsrechter doet. Nee, Griffioen, bestuurslid bij Terlede. Maar was toevallig bij de wedstrijd aanwezig waarin Dennis Lubout weggezonden werd. Ja, klopt. Was het een rode kaart überhaupt? Dat vind ik discutabel. Het was een doorgebroken speler. En daar stond ik behoorlijk ver vanaf. Maar ja, het is over ja of nee. Maar dat is de beoordeling van de scheidsrechter. Hij heeft de rode kaart getrokken. Ik heb hem daarna wat toegewenst. Dat is in de bewoordingen van uitschelden geweest. Daar heb ik ook... dus dat hij je wedstrijd heeft verpest, zeg ik nu dan netjes. Ja, dat is inderdaad een nette manier van zeggen. En vervolgens dat hij ook gewoon beter geen wedstrijden meer kon fluiten. En dat hij beter het complex kon verlaten. Maar ook gewoon op niet met doodsbedreigingen en wat maar eigenlijk te last is gelegd. Ontstaat er wat tumult na de rode kaart? Wat gebeurde er in uw ogen? Nou, Dennis Lubaat was al lang onderweg naar de kleedkamer voordat die uitlatingen bij de scheidsrechter terechtkwamen. Dus dat kan hij nooit gezegd hebben. Maar er zijn wel uitlatingen geweest? Dat kan ik niet beoordelen, want dat is toch veel te ver vanaf. Maar Dennis was al bij de zijlijn. Dat weet ik absoluut zeker. En dan ben je een jaar geschorst omdat je iets zou hebben gezegd wat je dus helemaal niet hebt gezegd. Kan jij met de hand op je hart zeggen? Nou, dat durf ik ook echt met mijn hand op mijn hart te zeggen. Kijk, mijn bewoordingen zijn niet altijd netjes geweest. En daarvoor heb ik ook mijn excuses aangeboden in woord en geschrift aan de scheidsrechter. Ik bedoel, ik heb een voorbeeldfunctie bij GDA, ben aanvoerder. Ik heb in 20 jaar tijd iedereen juist bij scheidsrechters weggehaald. Ja, het was voor mij gewoon eventjes een negatief dieptepunt, die rode kaart. En ja, goed, als je dan een jaar geschorst wordt voor iets wat je niet gedaan hebt, ja, dat is echt heel erg frustrerend. Ik vind het een belachelijke beslissing. Als ik zie wat op de velden gebeurt, dan heeft dit helemaal niks. Nee, ongelooflijk dit. En nu Dennis, want je bent wel nog steeds bij elke wedstrijd van GDA. Ja, hoe voelt dat dan als je langs de lijn zit? Ja, daar heb je eigenlijk maar één woord voor en dat is frustrerend. En ik ben voor mezelf keihard aan het trainen om volgend jaar gewoon weer terug te komen. Want ja, met zo'n onnodige beslissing van een scheidsrechter, die eigenlijk ook de enige is die deze woorden heeft gehoord, ja, daar leg ik me niet bij neer. Tot aan 9 juni 2018, als ik het dan dat zo mag noemen, ja, hoop je dat er ooit eens een keertje toch nagedacht wordt over de hele situatie. En vooral omdat de scheidsrechter ook heeft aangegeven dat het eigenlijk allemaal in een soort commotie gebeurde. En dat hij ook bij de terugcommissie aangaf dat hij eigenlijk niet precies wist wie het had gezegd. Maar goed, ik ben daar wel de zondebok van geworden. Als je zo lang gevoetbald hebt en je hebt zo'n verleden, ga je niet iemand voor de jaar schorsen. Dat vind ik echt buiten alle proporties. Echt. En daar blijf ik bij.